Dit is onze gezamenlijke binnentuin die we samen met alle bewoners hebben gerealiseerd. En die we ook in de komende jaren zullen blijven verder ontwikkelen. Die binnentuin, dat is een bindende factor in het geheel. Eén keer in de zoveel tijd hebben we tuinwerkdagen. En dan gaan we met z'n allen die tuin gaan we aan werken. Het regenwater stroomt hier niet het riool in. Al het water wat we op de daken opvangen, stroomt de tuin in. Via een wadi-structuur die we hebben aangelegd. En die wadi's die lopen vol. En op het moment dat de regenbui voorbij is, of dan is het moment dat ook dat water vanuit die wadi's de grond in stroomt. Dat heet infiltratie. En dat zorgt ervoor dat het riool bij hevige regenbui niet overbelast raakt. De bestrating die we hebben toegepast in dit project is waterdoorlatend met grasbegroeiing, waardoor het water wat op de bestrating valt ook direct wordt geïnfiltreerd in de bodem. De bestrating en deze binnentuin die dragen bij aan het verminderen van de hittestress in de stad. En we hopen dat het ook die biodiversiteit, dat we die ook in de loop van de komende jaren, dat die ook groter zal worden. En dat we hier ook egeltjes gaan krijgen die hier een mooi plekje zullen krijgen. En we hopen dat hier nog meer vogels gaan komen. En dat het hier dat die plek hier voor die dieren een hele mooie plek zal worden.